Ja. Goedemorgen, het is vandaag best zonnig. We hebben het huis wat opgefleurd. Beetje rozen, beetje groene planten. Beetje dus, mongo achter de computer op de tafel. Ja, Matthijs is er ook weer. En ik ga even lekker een broodje eten van de slager en een frisdrietje drinken. Nou, ik heb hem even klaargemaakt en het is inmiddels 2 uur al bijna. En ik moet om 3 uur weg, want ik ga mijn tanden laten bleken. Super chill. Ik heb er echt zin in. Tenminste, ja, het is gewoon nodig. Dat is het meer. Nu zien mijn tanden er zo uit. Ja, ik vind het echt smerig eigenlijk om te laten zien. Maar goed. Ze zijn dus best wel geel. Maar ik heb ook nog nooit mijn tanden gebleken. Maar ik wil het echt al zo lang. Echt, denk ik, al vanaf ik op de middelbare school zat of zo. Dus vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Oké, ik moet zo weg en ik mag 3 uur na die behandeling niet eten. Dus ik ga ook even nu eten, want ik moet gewoon eten. Zo, en wat eet je als je dan toch maar moet eten? Een broodje knakworst. Tenminste, een boterham knakworst. Ik vind het fascinerend hoe mooi ik die saus erop heb gekregen. Zo, ik ben uitgegeten. En ik ga even mijn tanden poetsen. Moet ook gebeuren namelijk. Zou een beetje ranzig zijn als ik dat niet deed. Het wijnglas staat ook zo debiel gewoon, maar goed. Zo, ik ben klaar om te gaan. Ik heb even aan Thea de jas gesneerd, want die vond ik leuk. En ik heb geen andere geschikte jas even voor nu. Want de zon schijnt wel, maar het is wel gewoon koud. Eerlijk gezegd vind ik het echt wel spannend hoor. Straks heb ik wittere tanden. Nou, ik ben er. Het is in Club Sportif, is het. En als je binnenkomt, dan heb je zeg maar... hier het dingetje waar het gebeurt. En dit is zeg maar de ruimte. Leuk die stoelen ook hier. En zij gaat me behandelen. Hi. Dus nou, ik ben benieuwd. Dit is het kitje waarmee het gedaan wordt. En dan heb je hier zeg maar zo'n zo'n soort mal of zo waarin je kan zien toch wat het eerste was en wat het wordt. Dus dat is wel grappig. Ja, ik heb best wel gele tanden hoor, zitten dat wel? Nog iets. Hè? Nog iets inderdaad, ja. Nou, hier bij de 20. Ja, precies in het midden. Ja, precies in het midden zit ik. Nou, okay. En wordt ongeveer de 14 of de 12. Oké. Okay. Zoiets. Ah oh, ja. Een paar tientjes. Nee, dat is wel iets inderdaad, ja. Oké, okay, toch? De meeste mensen hebben de 8 of de 10 voor eigen kleur. Voor of de eigen 12. Kleur. Maar ja, van de 20 kun je niet mee. Niet kennen. In één keer naar de. Ja. Nee. Misschien als je. Als je na 3 maanden terugkomt. Dan zou het wel. Maar ja, dat kan ook, dat de 12 is jouw eigen kleur. Ja. Dan krijg je nog 2 watten. 2 watjes. Ik ga eerst jouw tanden voorbehandelen en dan poetsen een beetje. En daarna de gel aanbrengen. Eerst jouw lipa insmeren. Ja, dan gaat het scheuren natuurlijk van die. Ja, ze kunnen afdrogen door de licht. Ja. Ja. Spreider, yes. Je mond plaatsen, een beetje openen. En je ook slanken. Ah, ja. En tijdens de behandeling mag jij jouw mond juist zo houden, zoals nu. Okay. Hier een kleine ruimte, zo is goed. Je getrokken tandvlees maar. Een beetje voorbehandelen en dan poetsen. Proberen een beetje openen en zo houden. Okay. Ik ga nu de gel aanbrengen. Je mag alleen iets kouds voelen. Oké. Okay. Door de pepermint. Of tintelen prikkelijk gevoel, dat kan maar geen pijn. Ik
nu achterover leunen. Of ook naar muziek luisteren. Heb je eigen muziek? Ja, beter zo. Oh, ja, het zit wel lekker. We hebben ook net kussens. Ja, dat is echt goed. Ja. Oh ja. Nou, de lamp op je hebben dan richten. Ja. Dan is de deur verwijderen. De deur mag ook af. Maar je mag niks doorslikken nu. Alleen iets uitslikken. Beetje openen. Eerst de watten. Dan de mondspreider. Ook in de spiegel kijken. Hoe gaat het? Oh ja, jij kreeg witte vlekken, ja. Maar zo gaan we wachten een paar uurtjes. Maar dan het resultaat wordt iets minder zonder de vlekken. Kunnen we ook. 90% van het resultaat komt naar de eerste. En ja, wordt ongeveer de 12 denk ik. Oké. Ja, als de witte vlekken verdwijnen. Mooi. Ja. Het is ook wel fijn dat er gewoon een tijd op die lamp staat, zeg maar. Dat je weet hoe lang het duurt, zeg maar. Ja. Zo, de eerste 15 minuten zitten erop en nu ga ik nog een keertje. In totaal 3 keer. En nu de tweede 15 minuten. Op zich is dat ook wel fijn dat je in 15 minuten, zeg maar, niet dat je in één keer lang, dat scheelt zo. Ik heb 2 keer 15 minuten achter elkaar gedaan. Ja. Mooi was voor van spreek. Ja, dat zit helemaal niet. En de behandelaar die daar kan ik niet eruit halen. Ze heeft mij niet gevraagd en ik durfde niks te zeggen. Nee. Zo. Ja. Mag ik ook een beetje zo doen. Dat is niet goed. Het zit goed. Ah, verschieten. Sluiten. Ja. Aanbrengen. Nu kun je gelijk met water doorspoelen. Okay. Zo? Ja. Oh ja, wauw. Dank je. Ja, ik zie wel verschil hoor. Ja, maar nu door de vlekken. Ja, door het witte. Ja. Want we gaan hier kijken. Deze was voorgekregen. Ja. En ik denk wordt ongeveer die. Yes. Zo iets minder. En de 10 is te wit. Is te wit, ja. Ik denk wordt die. De 4 tinten lichter gegaan. Ik was eerst dit en nu wordt het dit. Maar dat wordt nog iets minder dan dat het nu is, zeg maar. Dus jee, happy. Die wandeling deed totaal geen pijn. Ik had al verwacht dat het misschien een beetje zou irriteren of zo, maar dat, je voelt er eigenlijk helemaal niks van. En het is op zich wel fijn dat het gewoon 3 keer een kwartier is. Dus dat je tussendoor gewoon ook even je mond kan ontspannen. En dat er verder niks is. En dat je de tijd kan zien op dat lampje. Dus dat is ook echt heel fijn. Yes. Voor 3 maanden. Ja. Is het bleekschaam?
Ja, ze hebben hier verschillende producten die je zeg maar thuis kan gebruiken om de kleur te bouwen. Dit is bijvoorbeeld bleek schuim. En oh, een pen, oké. Okay. Die is voor thuis. Ja. Met een kleine lamp. Makkelijk. Die, zit er ook een lamp? Ja, oh ja, een klein lampje. Oh, grappig. Nou, dus dat is zeg maar allemaal dingen om de kleur te behouden nog. Indianen gemaakt. Dus iets okay. Organisch of natuurlijk. Ze hebben hier ook organische en natuurlijke lippenbalsems in verschillende... Het is cherry, bijvoorbeeld het is orange, mokka. Oh, wat grappig. En het komt uit Amerika allemaal, hè? Ja. Ja. Maar goed, nou, dit was dus zeg maar waar ik behandeld ben, in zo'n stoel. En nou ja, op zich, dit is zeg maar wat je eraan overhoudt. Het ziet er allemaal niet heel lekker uit, maar op zich, zeg maar, er komt niet heel veel speciaals nog verder bij kijken. En er zijn hier twee behandelstoelen, zeg maar, je doet ook twee behandelingen tegelijk. Kan, ja. Ja, dat je met z'n twee komt. Ja. Oké, leuk. Dus ja, je kan hier ook gewoon met je moeder of met je vriendin of iemand kan je hier gewoon je tanden laten bleken. En dit blijft sowieso voor 3 maanden blijft het goed, zeg maar. En dan daarna gaat het geleidelijk, wordt het wat minder. Dus ja, top. En je kan zeg maar of een behandeling doen van 1 keer 15 minuten of 2 keer 15 minuten of 3 keer 15 minuten. Maar bij 3 keer 15 minuten is het natuurlijk wel een beetje effect. Eentje is een opfrisser. Ja, eentje is gewoon een opfrisser voor als je gewoon even... Een klein beetje iets witter. Zo, ik ben dus weer thuis. En oh, ik heb zo'n honger. Dat is zo kut. Want ik mag nu dus 2 uur niet eten. En ja, ik ben wel tevreden over het resultaat eigenlijk. Het wordt nog iets minder. Want ik heb er wel een beetje vlekjes van gekregen op mijn tanden. Maar tot dusver ben ik tevreden over hoe het nu is, zeg maar. Ik heb wel eens video's gezien van mensen die hun tanden lieten bleken. Dat ze erna heel de tijd hadden van, nou, ik ga lachen. Dat heb ik niet echt. Misschien ook omdat het fucking koud is. En mijn handen er net bijna afgevroren zijn op mijn brommer. Maar goed. Ja. Nee, ik zit even heel de tijd weer in dat schermje te kijken. Dus dat ik wel ander licht dan vanmiddag toen ik mijn tanden liet zien. Ugh. Maar ja, tevreden ben ik zeker. Dus thumbs up voor de smiling bar. Zo, het is inmiddels 7 uur. Dus over een half uurtje mag ik alweer eten. En Amber komt mijn kant op. En we gaan even naar de supermarkt. Dus ik ga eventjes een jas aantrekken. En dan kan ik tenminste ook meteen weer eten. Dat scheelt ook weer. Als we thuis zijn, dan kunnen we gaan koken en... Dan komt het goed. Maar goed, ik mag alleen 24 uur mag ik nu alleen nog maar witte producten eten. Dus bijvoorbeeld witbrood, kaas, spaghetti met witte saus, wat is het, je rijst, kipfilet. Maar zal witte wijn ook daarbij horen? Ik weet niet. Ik heb wel zin in een wijntje, dus we zullen het zien. Zo, lekker naar buiten. En ik heb trouwens nu mijn jas aan van Come Get Fashion. En ik vind hem wel heel erg leuk eigenlijk. Oh, ik ben trouwens met Amber. En we hebben boodschappen gedaan en we gaan zo lekker koken. Oké, we hebben aardappelpuree, knoflook, uien, chocola, kruidnoten met chocola, kip, aardbeien, sojabonen, nep aardbeien, kaasnietsel, knoflooksaus, friet, nog meer sojabonen, avocado, garnalen en chips. Ik denk dat we vanavond wel genoeg hebben. Ja, ik wat heb je? Laarzen, ja, die komt net uit de overkut. We hebben puree, frietjes, kaasnietsel. Ja, 2 keer aardappelpuree en garnalen en een lekker wijntje. Oh, wat romantisch dit. Nou, we hebben gegeten en Amber en Matthijs zijn even hotels aan het kijken in Frankrijk. Want Amber en ik willen binnenkort een weekendje naar Parijs. Dus, terwijl zij dat aan het doen zijn, ik haat vakanties boeken of dingen regelen of zo. Ik snap er geen kut van. Ga ik lekker guacamole maken voor chips. Dus laten we beginnen. Ik steeds zo lekker. Ja, maar ik kan gewoon achterlaat doen. Ik vind deze echt niet duur. Kijk. Dat ik loop fucking te janken hier van die uien.
Ja, we moeten niet beroofd worden. Nee, dat is sowieso maar. Ik denk, ja, dat is zin. Ook, terwijl ik eigenlijk niet vroeg ben opgestaan. Morgen? Nou, Amber is weer naar huis. En ik ben nu alleen nog met mijn broer. En, Je broer. Je broer! Dit kunnen we echt niet maken. Maar goed, en, ja, hij gaat morgenochtend weer terug naar Parijs. Dus, we genieten nog even van onze laatste avond samen. Oké, dus dat eigenlijk. En het is inmiddels 12:30, dus ik ga zo denk ik toch nog naar bed. Ik denk echt dat ik een nasty A ben of zo na al die video's. Echt, heeft ze dat gewoon niet uitgehaald dat ik daar met het kopje zit en dat vieze marshmallow spul uit mijn mond. Ja, kots, wat noem je het? Live. Vandaag komt trouwens ook de Chubby Bunny Challenge online om 4 uur. Dus kijk allemaal, want daar heeft hij het net over met ze, dat ze dat stukje er niet uitknipt. Maar die komt dus om 4 uur online, dus stay tuned. You got buns, hun. Oh my gosh. Look at her butt. Look at her butt. Look at her butt. This dude named Michael used to ride motorcycles. Big, bigger than a tower. I ain't talking about apples. Big bears. I had him hit it cause he slang cocaine. Cocaine. He touched my salad, hij was mijn salade een beetje aan het doen, dat betekent rimmen, ja. Well man, I want some dumb shit. By the way, what do you say? You can tell I know Missy Meal. Oké, jij kan nog best wel goed Nicki Minaj zijn. Anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh. Oké, wat een onzin is dit. Even een ander liedje. I am all about the bass. This is how we... Ken je die? Die ken ik niet. This is how we do. Die ken ik niet. En die is wel leuk. Of Black Widow made up. Die ken ik ook niet. Ik ken deze kutliederen niet. I'm gonna game like a wrecking ball. Oh! Used to bite my tongue, used to bite my tongue. You'll get it. Are you back? Are you super? I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. Then they're gonna shake the ground. Help me down. Me roll. You take a chance or you never know. I got money in my hands that I really like to blow. Sweat, sweat, sweat. Fondue. Shit in my mouth while we eat it fondue. No, I like to be. Let me talk to you. If I can be a gentleman. Anything you want. Nee, Mo. Oh my god. Nee, is dat water? Ja. Oh my god, Mo. Dat doe je toch in de droger? Die droger werkt, godverdomme niet. Dat hang je er toch op. Oké, jouw kussen gaat helemaal nat worden. Waarom zou je dat jij doen? Jij gaat slapen in waarom zou je dat doen? Waarom zou ik dat doen? Nou, na deze onwijs leuke grap. Ja, Matthijs, dat doe je niet. Gaan we slapen? Ik hou zo van mijn sissy. Omdat ze me net met water heeft bespat. Ga je me nu knuffelen zodat ik ook nat word? Echt heel chill. Zo, ga je me eventjes spugen omdat ik ook nat word. Maar goed, nee, Matthijs ook. Ik doe dat niet, ik ben niet zo, ik ben niet zo kinderachtig. Vroeger heeft hij dat een keer gedaan in de auto lag we. En of? En toen ik lag zo te slapen en toen werd ik wakker en toen keek ik zo. Toen zat hij met zijn hoofd boven mij zo'n klodder spuug van, zal ik het doen of niet? En zei van nee, ik ga het niet doen. Flats, heel die klodder op me. En ik wil sorry, ik wil het echt niet doen. Wat? Heel mijn gezicht zat onder de spuug. Ik wil het nou ook nog dat draaien, dat is gewoon nasty. We waren in Zwitserland, want we waren net vanuit Italië terug. Of was het, waar was het nou? We zaten echt in bergen, dat kan me nog goed herinneren. Dus ik heb altijd goed voor de gezorgd. Oh, dus toen was het echt erg. Nee, oké, whatever. Morgenochtend gaat Matthijs weer terug. Dus we gaan lekker slapen, want het is inmiddels 2:30. En om 9:00 gaat Matthijs de trein. We kunnen dus heel kort slapen. Dus ik kan lekker slapen daarna, maar hij kan hoort op. Dus we gaan in ieder geval nu slapen. Ik zit heel lul verhaal op te hangen. Dus vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat niet gedaan hebt. En... Het leek net of die hand van mij was.
Het is niet zo. Oh, not my arms doen. Challenge. Doei. Waarom zeg je nooit doei? Ik zeg altijd doei. Ik zie toch geen mensen? Ik zie alleen camera of zo. Dan ga ik toch ook geen doei zeggen of zo. Kennen jullie dat film van Mina Murad? Zo... Ja, dat kunnen we echt niet zeggen. Nou, lelijke aap die je bent, nee, met je ogen die naar boven gaan. Het is echt van, nou meisje, jij steekt wel heel erg je kop in het zand. Is toch geen zand? Is toch geen zand? Dat kan toch ook niet doen? Dus, mijn vader kan me hier gewoon uithalen. Nee, dat kan jouw vader niet. Wel? Nee, dat kan... Jawel? Nee, dat kan... Dat kan mijn vader wel. Ja, daar ken ik het niet meer. Ik ook niet, maar het is een heel grappig filmpje als je die nog niet hebt gezien. Het heet Mina Murad. Gaat los. Gaat los, ja. What? En je schrijft Mina, M-I-N-A. Ik zal het hier beneden zetten. Dus oké, om daar de vlog mee af te sluiten, kunnen we lekker gaan slapen. Doei doeg! Tata!